Ja, meneer Van Zanten. Ik heb niet zo goed nieuws voor u. U heeft kalamintosis. Dat is een zeldzame aandoening die maar eens in de 700.000 gevallen voorkomt. Het is zo dat in uw lichaam zich nu propjes vormen in de bloedvaten. En dat leidt uiteindelijk tot verstopping van de bloedstroming. Met als eindstadium een hartstilstand. Maar hoe lang... 5 dagen. Vijf dagen heeft u nog te leven. Spijt me. Maar wat u doet... U belt dit nummer. Ik heb net een gigantische klant binnengehaald, dus ik moet nu als de solewitte naar kantoor. Dit wordt een dikke promotie, vriend. Tunnel! Hey, met Paul. Hey, Paul, met Erik. Ik heb niet zulk goed nieuws net ontvangen. Ik kom er bij de dokter vandaan en... Ja, ik heb nog maar vijf dagen... Ja, hallo, ik wil jullie wat vertellen. Wat wil je bestellen? Gerecht nummer 32? Nee, vertellen. Je nog zal ouwe daalje, nog meer daalje, zo, nee, nou. Wat heb je nodig? Voor mijn dochter. Okay. Eens even kijken, ja, wat wil je hebben? Het witte wonder van Peru, pillen uit eigen bodem, noem het maar op. Wow, dit wil ik niet, dit wil ik niet. Pipo, jij belt mij. U heeft kalamintosis. 5 dagen. 5 dagen. Zeldzame aandoening. Nummer 1, 7, 5 dagen. 5 dagen. Nee, oké, wacht. Laat maar zien wat je hebt. Nou, deze wel. Je lijkt wel een wijf. Oké. Wat zijn die? Dit? Ja. Is vitamine C. Ik hou die zelf van fruit. Even kijken. En die grote? Deze? Ja, die. Dit is echt de crème de la crème, de chic, de friemel van heel de teringzooi. Nog niet uitgebracht op de markt. En dan aan jou de eer om het als eerste te proberen. Het kost wel wat, maar daar heb je ook wat. Doen? Hoeveel? 10.000 euro. 10.000 euro? Ja. Nou, oké, dan moet ik wel even naar de bank, maar... Nou, is goed, joh. Ik wacht wel even. Hey. Bedankt, hè.
Kalimentosis? Nee.